Meneer Vraai, hartelijk welkom bij 040 TV. Wat vond u van de indrukwekkende herdenking van Harry van Kimnade in het PSV-stadion? Nou, ik moet je zeggen dat ik uh, het in uh, eerste plaats het, uh, een heel indrukwekkend uh, begin vond. Maar helaas, uh, helaas en zeer teleurstellend moest ik weer ervaren dat het uh, Feyenoord publiek zich niet aan de code hield. Om uh, minimaal één minuut uh, respectvol uh, 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 stil te zijn voor, voor deze man. En uh, ja, dit was een teleurstelling. Ik moet je ook zeggen dat ik het ook... Uh, in de dienst, hoe indrukwekkend dat de dienst ook was afgelopen donderdag in de kerk, was ik wel teleurgesteld dat ik geen enkel PSV-geluid gehoord heb. PSV Feyenoord is de wedstrijd tussen een club die miljoenen te besteden heeft tegen een club die het moet doen met de minimale financiële middelen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Nou ja, ik heb al uh, meerdere jaren lang heb ik, uh, heb, heb ik, uh, aangegeven dat we niet op de, op de goede weg waren. En als je gisteren zag, dan moet je constateren dat na vier, vijf jaar we helemaal niet, voor, niet, niet uh, vooruit zijn gegaan. We, we hebben een elftal wat op veel punten uh, tekort komt. We hebben eigenlijk geen elftal. Het, uh, het, het zit als losstand aan elkaar, zoals zelfs Ronald Koeman uh, in zijn commentaar uh, bewoorden. Dus we zitten helemaal op de verkeerde weg. En als wij niet fundamenteel een koerswijziging inslaan... Dan zal het, denk ik, helemaal verkeerd aflopen met PSV. We zullen nu volgend jaar al verschrikkelijk veel moeite hebben om het, om het financieel rond te krijgen. En daar bedoel ik mee, de operatie. Want ja, ik weet niet welke, support, welke supporters hun seizoenkaarten nog verlengen. Ik weet niet hoe het met de, met de commerciële ruimtes is, die nu al onderbezet zijn. Als we daar niet allemaal een fundamentele verbetering in krijgen, dan ziet het er slecht uit. En we kunnen en we mogen absoluut zo niet doorgaan. En, uh, en als we uh, niet rigoureus ingrijpen, rigoureus ingrijpen... en dat bedoel ik niet mee... dat bedoel ik niet mee, dat bedoel ik mee... dat je een rigoureus, uh, consistent beleid neerzet... wat je ook uitvoert. En dat beleid moet in ieder geval fundamenteel anders zijn... dan het de afgelopen jaren is... omdat dat bewezen heeft niet te werken. We zijn uh, enkele jaren terug uh, gingen we... Voel voor het kampioenschap. Met ervaren spelers, ervaren trainers en noem maar op. Mislukte. We gingen we toen doen, toen zeiden we we gaan verjongen tot het, uh, tot het uh, 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 En dat kan, dat kan op zich een koers zijn. En dan zijn we halfweg en dan halen we roeis. Uh, terwijl we drie, drie uh, uh, Drie potentiële rechtsbuitens, de rechtsbuitens achter de hand hebben. En we geen enkele, bijvoorbeeld, reserve linksback hebben, zoals gisteren zoals gister weer, weer bewezen is. En dat, dat betekent dus, als ik dan ook het spel van Roeis eh, gisteren nog eens een keer analyseer, dan is dat de optimale uitkomst van datgene, van het zwabberend beleid, wat er de afgelopen jaren gevoerd is. Ik, ik moet het. Als PSV-supporter helaas constateer ik vind het jammer, maar het is nu helemaal niet anders en daarom moet je nu het tijd keren. Je moet nu het tijd keren, anders is het te laat. Ik citeer Ernst Faber: We weten best wel wat er intern aan de hand is. Ja, ik heb uh, de Australische minister ook horen zeggen dat hij uh, aan de hand van de signalen ook best wist waar ongeveer het uh, vliegtuig lag. Maar ze hebben hem nog steeds niet gevonden. En uh, ik, uh, ik, ik kan met dit soort uitspraken eigenlijk helemaal niets. Als men best weet wat er aan de hand is, dan neem ik aan dat we dat ook al langer weten en dat we iets gedaan zouden hebben. Maar nogmaals, je kunt in een voetbalclub. Tussentijds niet zo verschrikkelijk veel. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Als je een verkeerd beleid met een verkeerd beleid begint. dan heeft dat het hele jaar door consequenties. En verkeerd beleid vind ik ook. en dan kun je wel altijd naar de trainer kijken. maar belangrijk is natuurlijk ook. heb je, heb je de juiste type spelers. niet alleen op technisch, tactisch gebied. maar vooral ook op mentaal gebied. zodanig dat je in staat moet zijn. Een elftal neer te zetten. En we hebben geen elftal. En, en dat is natuurlijk het ergste wat, wat, wat er aan de hand is. We hebben geen elftal. Dus het, is gewoon, het, het zit gewoon niet goed. En ik weet ook dat wijzigingen heel erg moeilijk zijn in de top. Want ja, iedereen denkt elkaar natuurlijk, omdat iedereen dan natuurlijk boter op zijn hoofd heeft. En alleen ze zouden misschien zelf in de spiegel moeten kijken. En degene die denkt, die denkt dat hij niet. Kan bijdragen in een ommekeer van PSV, zou eigenlijk de consequenties moeten trekken. Een kleine vooruitblik naar het volgende seizoen. Dan is er wifi in het stadion. Kosten 2 miljoen euro. Ja, ik bedoel, er wordt wel eens gezegd dat ik PSV met schulden heb achtergelaten, maar zulke soort, zulke soort uitgaven heb ik mijn ogen niet gedaan. Ik heb, ik heb inderdaad. Uh, stadion en hertsgang moeten verbouwen en dat heb ik niet uit eigen portemonnee kunnen doen, dus daar hebben we wat schulden voor gemaakt. Maar dit soort, uh, dit soort investeringen in een tijd waarin we een absoluut absolute gebrek hebben aan, uh, aan, uh, aan een aantal goede spelers, uh, ja, ik weet niet wat dat extra brengt. Ik ben niet zo van de, van de new media, maar de new media die zullen natuurlijk wel een belangrijke rol spelen. Maar ik weet niet of die 2 miljoen überhaupt ooit terugverdiend kunnen worden. En als het dan niet is, ja, dan zeg ik ja... Eh, of dat je er nou de supporters er een plezier mee doet... Ja, misschien met de grappen die ze erover maken... maar verder heb ik daar niet zoveel zo mee zelf. Eh, ik moet je wel even zeggen dat ik er nu een paar weken niet ben... omdat volgende week is het eh, bekervoetbal... en de week erop eh, ben ik er helaas niet... Dus we zullen het moeten doen met het slotakkoord na het afsluiten van de, van, de, van de eerste van de competitie. En ik wens ook iedereen en jullie ook hele, hele fijne en goede paasdagen toe.